Als we kijken naar KWF kankerbestrijding, dan zijn we natuurlijk bezig met de missie minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen die met de ziekte te maken hebben. Die allemaal toewerken aan een droom. En die droom die wil ik even voorlezen. Miljoenen mensen delen een droom. Een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wat zou het mooi zijn als deze droom uitkomt? We doen er alles aan om dit waar te maken. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen, zo snel als wij hen in staat stellen. Wij kunnen kanker terugbrengen. Nou, dat is eigenlijk waar KWF voor staat met al zijn vrijwilligers in het land en waar we samen naartoe werken. Dank u wel. KWF-vrijwilliger Lydie Zwiers werd door commissaris van de Koning Bijleveld gesjerpt in het provinciehuis van Zwolle. Deze sjerp staat voor alle vrijwilligers van de KWF kankerbestrijding in de provincie Overijssel. Het is eigenlijk bij iedereen dichtbij, hè, deze ziekte. Iedereen heeft wel zijn eigen voorbeelden. Daarom is het zo goed wat u doet. En zijn wij blij dat u hier bent om een klein beetje in het zonnetje te zetten, verzamelen. Meer dan 25 jaar vrijwilliger, jarenlang collectant geweest en inmiddels voorzitter van de afdeling Omme. Maar die afdelingen, dat vind ik ook wel mooi om te zien, doen inmiddels veel meer dan alleen collectanten de straat op te sturen. En wat wel mooi is om te zeggen, is dat er 7000 mensen in heel Overijssel op pad gaan in de komende week. U zorgt ook voor voorlichting, begeleiden van maatschappelijke stages en ondersteunen en initiëren van allerlei acties. En u heeft zelf 2 keer de Samenloop voor Hoop georganiseerd. En als ik er nog verder naar vroeg, dan gaat die lijst eigenlijk nog heel ver door. Of het nog niet genoeg is met die samenloop, bent u ook samenloopcoördinator en gaat u de ervaringen ook delen met andere samenlopen. Voorheen gebeurde dat door betaalde krachten, maar nu eigenlijk vooral door vrijwilligers. Wat we hebben in Overijssel aan Norberkracht en Norberschappen, denk ik uiteindelijk. Dus even kijken, wat is zo van... Ze gaan er doorheen, ja. Anders kunnen ze niet doen. Kijk. Okay. Ja, nou heel erg gefeliciteerd en heel veel succes met het werk. Dank u wel ook. Nou, ontzettend bedankt voor deze eer, maar ik doe het natuurlijk niet alleen en ik mag dan symbool staan voor alle vrijwilligers die voor KWF lopen en daar ben ik heel trots op, maar goed, alleen kan je geen vrijwilligerswerk doen, dus ik wil vooral benadrukken dat dit voor iedereen geldt. Ik neem het in ontvangst, maar het is natuurlijk voor iedereen die zoveel werk doet voor het KWF. Mooi. Nou, dat is ook zo. Ja. Want anders dan komt het niet voor elkaar. Nee. Ik sta hier bij Jan Puthaar. Hij doet heel veel voor het KWF. Vertel eens wat je allemaal doet. Ja, ik ben regiocoördinator en ik begeleid eigenlijk alle vrijwilligersactiviteiten in Oost-Nederland. De afdelingen, de samenlopen. Maar ook als mensen actie gaan starten voor KWF en ze hebben wat hulp of advies nodig, kan ik ze daar ook mee helpen. Hoe vaak wordt zo'n sjerp uitgereikt? Nou, vorig jaar zijn we mee begonnen. Hebben we in de grote steden hebben we burgemeesters gevraagd om hier aan mee te werken. Dat was eigenlijk een groot succes. We hebben een stapje omhoog gedaan naar de veel verschillende provincies. Dus dat is nu hier in Overijssel. Gisteren was ik in Drenthe. En maandag worden er ook nog sjerpen overhandigd. En daarmee willen we eigenlijk alle vrijwilligers een beetje in het zonnetje zetten. Maar één iemand is dan symbool voor deze groep. Maar we willen natuurlijk wel uitdrukken dat het eigenlijk symbool staat voor de hele groep. Want er gaan heel veel mensen de komende week op pad om te collecteren. Het lijkt dan allemaal zo gewoon, maar het kost ook tijd. Het organiseren van de collecte kost tijd. Dus daar zijn we eigenlijk heel erg trots op dat zoveel mensen weer meedoen. En loopt u zelf ook met een bus? Ja, ik heb de bus al thuis. Dus ik woon zelf in Raalte en ik ga daar de Meidoornlaan en Liefgerenstraat collecteren. Dus ik denk dat ik maandagavond weer bij de mensen voor de deur sta. Ja. En is er ook een reden dat u dit doet? Ja, kijk, het is natuurlijk zo. Feitelijk krijgen we allemaal te maken. Als je nog niet te maken hebt gehad met de ziekte in je omgeving, dan gaat dat gewoon een keer gebeuren. En dat is natuurlijk een ontzettende drive om dit te doen.
Maar ik werk dan voor KWF. Ik ben geen vrijwilliger. Maar dat was ook wel een motivatie van mij om dat ik heel graag bij KWF kankerbestrijding wilde werken. Om eigenlijk de dag dichterbij te brengen dat kanker geen dodelijke ziekte meer is. Ja, hier staan we bij Lady Swiers met Sjerp om. Die is dus niet alleen voor jou, maar voor iedereen die met de collectebus loopt. Wat heeft jou ertoe gedreven om ermee te beginnen? Ja, in het begin word je gevraagd of je wil collecteren. En je bent jong en je zegt natuurlijk wil ik wel een straat collecteren. En langzamerhand wordt er een wijkhoofd gevraagd. En denk je van nou vooruit kan ik ook wel doen. En dan wordt er een voorzitter gevraagd. Denk, ach, kan ik ook wel doen. En zo kom je gewoon steeds verder. En daarbij is natuurlijk kanker gewoon zo'n vreselijke ziekte die zo ontzettend veel mensen treft. Dus het komt ook dichterbij. En als je dan met elkaar gewoon wat kan voor zorgen dat het wat teruggedrongen wordt. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi streven om met elkaar een boel geld in te zamelen voor onderzoek. En langzamerhand, als je ouder wordt, besef je hoe belangrijk dat is. En hoe steeds meer mensen in je omgeving ook kanker krijgen. En ja, dan word je er steeds meer doordrongen hoe ontzettend belangrijk het werk van KWF is. Is het ook lastig om elke keer weer mensen erbij te krijgen? Dat is verschillend voor de collecte. In het centrum, zeg maar, in stad Ommen, dat is nog wel redelijk te doen. In de buitengebieden is wel lastig. Het is echt moeilijk om in het buitengebied collectanten te krijgen. En die samenloop, hoe vaak is dat eigenlijk? Elk jaar? Nee, gelukkig niet. Want het is wel heel erg veel werk om dat elk jaar te doen. Nee, dat is of 4 jaar of zo misschien. Ja, dat kan je zelf bepalen hoe vaak je doet. Dit jaar waren er in Nederland 36 samenlopen. En voor volgend jaar staan er ook alweer heel aantal op de planning. Door het hele land dan. En we hopen dat het gewoon als een olievlek zich uitspreidt. En dat er gewoon veel samenlopen ook zijn. Want het is gewoon een fantastisch evenement om te organiseren, maar ook om mee te maken. Was het ook een verrassing dat je gevraagd werd hiervoor? Of? Nou, ik was inderdaad voor de zomervakantie benaderd. En toen zei ik van nou, is goed. Maar ik had eigenlijk helemaal geen idee waar ik ja op had gezegd. Want het is toch wel een eer als je wordt gevraagd om symbool te staan voor al die vrijwilligers. 7000 in de provincie Overijssel die wat voor het KWF doen. Om daar symbool voor te staan, dat is toch ook wel een eer. Bedankt voor dit interview.